Ajax heeft natuurlijk jonge en talentvolle spelers. Dat is bijna een cliché om uit te spreken. Maar één daarvan heeft toch af en toe heimwee. Steven Pienaar, 20 jaar, Zuid-Afrikaan. Dansende voetballer, voetballende danser. Nou, in Zuid-Afrika, a lot of people like dancing and it's just like the Dutch people, they like cheese. In Zuid-Afrika, they like a lot of dancing, so that's just natural. Natuurlijk voor Pienaar is ook zijn snelheid, zijn wil om ervoor te gaan en zijn korte, flitsende bewegingen. Zijn favoriete positie is die waar Van der Vaart en Liedmanen meestal spelen, in het midden, achter de spitsen. Then you have a lot of space, you don't have to look for the line always. And I don't like defending. But that's why it's a good position. And you can create more goals for the striker. Nu komt Pienaar meestal van rechts en niet zonder succes. Hij was het zelf die het eerste doelpunt maakte in Lyon en zo aan de basis stond van een hele belangrijke overwinning in de Champions League. I think Nigel made a sliding by the left side and he played the ball to middle. And I was just coming from the midfield. I ran into the box and middle wanted to shoot and he played the ball to me. And I just looked at the keeper and I placed the ball. Steven Pienaar is niet alleen een zeer talentvolle jonge voetballer. Hij is ook iemand die in zijn leven al heel wat heeft meegemaakt en diepliggende redenen heeft om niet te willen verliezen. Ja, it's from my past. I lost my father when I was still young and I didn't like it. But my mother didn't want to tell me what it was about. And then since then I realized that when I always play football, I don't want to lose. And that's why it's in me. De leefomgeving waarin Pienaar zijn jeugd doorbracht was niet bepaald de meest ideale. I lived in Johannesburg, a small township called Westbury. It's ruled by gangs and a lot of drugs, the drugs business and fighting for territories. Yeah, and I was only living with my mother. By then, only me and my mother, my sister, my brother. It was tough. My mother kept me out of the streets and she didn't want me to play in the streets, soccer, but I always wanted to go out and play. Sometimes I just go through the window and go out and play. De Zuid-Afrikaanse voetbalschool en later Ajax Cape Town boden Pienaar de mogelijkheid te ontsnappen aan de criminaliteit en het geweld in Westbury, dat hij overigens van heel dichtbij meemaakte. I've seen a lot of things in front of my eyes. Yeah. It's just that killing people, I've seen it in all the drugs. But my mind was not on that. When I had a ball in my hands, I was happy. Go on the field and play in the street with some friends, play for money. That was my main aim, just to play football. Voetballen doet hij bij Ajax Amsterdam, maar nog steeds wordt hij geconfronteerd met de gevolgen van wat zich in Westbury afspeelt. Now recently, 2 weeks ago, I lost one of my best friends. That is one of the things that's always happening in Westbury. So that's why I'm happy my family don't love there anymore. Now it's totally different. I can even knock 12 o'clock in the evening in the streets here. Without checking my looking at the back all the time, who's coming and who's not coming. It's so quiet and relaxed. Even when you play music, the neighbors are complaining, so it's more different than in South Africa. In South Africa, you always have to look behind you, look around you, because you don't know what can happen to you. I think it's more relaxed and I enjoy it, yeah. Nederland heeft dus zo zijn voordelen voor de man die inmiddels Zuid-Afrikaans international is. Maar toch ontbreekt het hem hier aan iets wat hij daar in Zuid-Afrika wel had. I had my family around me, that was enough for me. And I was very happy with them, we were like a close family. And now I'm far away from my mother. It's a bit different. But I still love her and I just have to come here and work and enjoy myself and make sure my brother and my sister get a better life. And the greatest example is Mandela. As a person, you've done a lot for the country and for the black people in South Africa. And that's what I want to do for the people in Westbury. You know, working hard and achieve my goals. And then everything I earn and I want to
like to the community in Westbury and help the youth. A lot of youngsters want to play football now, and that's a good sign because you can see now that it's not only the gangsterism that can make you famous. So everyone wants to play football and they're looking up to me, so and that's what I want to stake. That's what I want to happen in Westbury. Toekomstdromen heeft Steven Pienaar ook voor zichzelf. Maar die dromen gaan niet over het scoren van doelpunten of een transfer naar een grote Europese club. No, I just wish I can stay alive and work for my family. That's all. En werken doet Steven Pienaar. Hij voetbalt en hij danst. Het is 7:08 en Steven Pienaar maakt zich op voor een wedstrijd in het Abrenza Stadion in Heerenveen in het noorden van Nederland. Zomaar een mooi onderwerp van Frank Vischraper bij Canal Plus op een zaterdagavond. Een jong ventje en zo volwassen. Daar heb jij het moeilijk mee, dus we gaan gewoon eventjes, ik ga even wat zeggen en dan gaan wij gewoon, ja, wat gaan we doen? We gaan even kijken naar de kaart en de historie. Zo kan het zijn. Steven Pienaar die wat losmaakt zomaar op een avond.